Zijn algoritmes racistisch? Hoe weet YouTube wat ik heb gegoogeld? En waarom wil elke website zo kapot veel van me weten? Ik ben Frisco, ambassadeur van de vrijheid. En in deze serie ga ik, samen met 4 nieuwsgierige Nederlanders, ontdekken hoe het precies zit met data. Want de digitale wereld is ook jouw wereld. Dit is Data, zo zit dat. Ik ben Murat en ik wil weten waarom ik elke maand word staande gehouden door de politie en mijn witte vrienden nooit. De politie experimenteert met het voorspellen van criminaliteit aan de hand van data. Predictive policing heet dat. Een algoritme analyseert data uit het verleden en voorspelt bijvoorbeeld waar ingebroken zou kunnen worden. Wacht eens even. Een misdaad voorspellen voordat het gebeurt? Er wordt een raster over de stad gelegd en de kleur van de hokjes laat zien hoe groot de kans is dat op die plek, op dat tijdstip, een misdrijf gepleegd gaat worden. Dus als er vaker wat aan de hand is geweest in een bepaalde wijk, is de kans groter dat de politie daar weer naartoe gestuurd wordt. En dan volgen er vanzelf meer arrestaties? Ja, ik ken wel een paar buurten waar de politie graag komt. En door het algoritme is de kans groot dat de politie daar nog vaker komt. Maar zeker weten doen we dat niet, want hoe het algoritme precies werkt is geheim. En dat is problematisch, want in een rechtsstaat, zoals Nederland, moet de macht te controleren zijn. Hoe kun je iets vertrouwen dat nooit hoeft uit te leggen waarom het iets doet? Dat is toch te gek voor woorden? Precies. Uit onderzoek in andere landen is al gebleken dat algoritmen van de politie vol vooroordelen zitten. Die data wordt ingevoerd door mensen en is afkomstig uit een maatschappij waarin etnisch profileren aan de orde van de dag is. En zo worden algoritmen dus ook racistisch. Als een soort hondje dat precies doet wat je hem leert. Oké, dus het kan dus zo zijn dat het algoritme heeft berekend dat er op het tijdstip dat Murat naar zijn voetbaltraining fietst, waarschijnlijk een strafbaar feit gepleegd gaat worden? Precies op mijn route. Ja, en dan helpt het niet dat Murat dan ook nog iemand van kleur is, neem ik aan. We weten dat er veel problemen zijn bij de politie. Etnisch profileren is daar één van. Maar er is ook nog heel veel wat we niet weten. En die geheimzinnigheid is zorgelijk. Oké, maar wat gaan we hier tegen doen? Er is as we speak Europese wetgeving in de maak. Samen met bevriende organisaties pleiten wij ervoor dat predictive policing verboden wordt. Kan ik dan eindelijk rustig over straat? Dat is de bedoeling. Maar als je toch te maken krijgt met etnisch profileren, ga dan naar Control Altered. Zij staan mensen bij die daarmee lastiggevallen worden. En ga naar de website van Bits of Freedom als je meer wil weten over wat wij doen om jouw rechten te beschermen. Altijd goed om te weten wat mijn rechten op straat zijn, maar ook in de digitale wereld. Zijn we allemaal een beetje datasmarter geworden? Wij zijn datasmarter. Frisco, de data-nerd, out.